En de volgende hengst is Catalis nummer 159. En dat is de hengst Hidde BL. Ook een zoon van Johannes. Moeder is een stermerrie van Stendert. Fokker-eigenaar is mevrouw M. Brandsma Leijendekker uit Witmarsum. Verwantschappercentage 18,2%. Stokmaat 1 meter en 61 centimeter. Next stallion is entry number 159. Hidde BL, sired by Johannes. His mother is star by Stendert. His kinship is 18.2% and his height at withers is 1 meter and 61 centimeters. De catalisnummers 160 en 161 zijn afgemeld. En dat betekent dat we verder gaan met catalisnummer 162. De hengst Henkie K. Zoon van Jurre. Moeder is een sterprevenente merrie van Rindert. Fokker is Hendrik Kuper uit Wommels. En eigenaar dan is het illustre gezelschap van bestuursleden van fokvereniging het Friese Hinder. Ook wel bekend als de fokvereniging Blauwhuis. Zijn verwantschappercentage is 18,0%. En zijn stokmaat is 1,66 meter. Next stallion, entry number 162, Henkie K. He is a son by Jurre. His mother is star and prevalent by Rindert. His kinship is 18,0%. And his height at withers is 1 meter and 66 centimeters.
Ook catalogus nummer 163 is aanwezig. En dat betekent dat we verder gaan met catalogus nummer 164. En dat is Gijsbert van het Oordjep. De zoon van Marcus. Moeder is Kroon en dubbel A van Harmen. Fokker-eigenaren zijn BA en AC Aarts uit Nijbeets. Verwantschappercentage is 17,7%. En zijn stokmaat is 1,68 meter. Next Stallion, entry number 164. Gijsbert van het Oordjep. Sired by Marcus. And his mother is a Crown AA mare by Harmen. His kinship is 17,7%. And his height at withers is 1 meter and 68 centimeters. Catalog number 163 is absent today. We gaan verder met catalogus nummer 165, de hengst Hetzer T. Zoon van Marcus, moeder is Kroon, dubbel A van Andries. Fokker is H. Tuinstra uit Noordwijk. En de eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oude Mirdum. Verwantschappercentage is 17,9%. En de stokmaat is 1,64 meter.
En we gaan door met catalogus nummer 166, Heren van de Sjongedijk. Ook een zoon van Johannes, moeder een stermerrie van Norbert. De fokker is Frans Hettinga uit Burgwet. Een eigenaar familie Haag-Hokkema uit Siegerswoude. Verwantschappercentage 18,3%, stokmaat 1,65 meter. Next stallion, entry number 166, Heren van de Sjongedijk. He's sired by Johannes, his mother is Star by Norbert. His kinship is 18.3% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. De volgende hengst is catalogus nummer 169. Dat is de hengst Hielke. Een zoon van Jurre. Moeder is Kroon en dubbel A van Beert. Fokker-eigenaar is mevrouw Leijendekker uit Witmarsum. Verwantschappercentage 18,5. Stokmaat 1,65 meter. Next stallion. Entry number 169. Hielke. Sired by Jurre. His mother is Kroon, double A. Kinship 18.5%. And his height at withers is 1 meter and 65 centimeters.
Volgende hengst, catalogus nummer 167. De hengst Gerwin. Zoon van Johannes, moeder een ster Mary van Dries. Fokker-eigenaar is D.E. de Vries uit Steggerda. Verwantschappercentage 18%, stokmaat 1,62 meter. Next stallion, entry nummer 167. Gerwin, sired by Johannes, his mother is star by Dries. Kinship 18%. And his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Kataals nummer 167 zullen we straks niet terugzien in de kooi. Hij is afgewezen door de jury. Entry number 167 will not be presented in free moving later on. He is rejected by the judges. En de volgende hengst is catalogus nummer 168. Hertog B, zoon van Johannes, moeder ster en sport van Stendert. Fokker-eigenaar is de familie Bosma Dijkstra uit Makkum. Verwantschappercentage is 17,7% en zijn stokmaat is 1,66 meter.
Next stallion, entry number 168, sired by Johannes. His mother is Star and Sport by Standard. Kinship 17.7%. Height at Withers 1.66 meters. Volgende hengst, kataals nummer 170, Gurbe van de Uitkom. Zoon van Jurre, moeder Ster en dubbel A van Olgert. Fokker is familie Visser Nieuwhof uit Bellicum. En de eigenaren zijn Germijse Bauma uit Arboon. En Sjalling de Boer uit Sint-Johannesga. Verwantschappercentage 17,8%. Stokmaat 1,63 meter. Next stallion, entry number 170. Gurbe van de Uitkom. Sired by Jure. Mother is Star Double A by Olgert. His kinship is 17.8%. And his height at Withers is 1 meter and 63 centimeters.
En we gaan door met catalogus nummer 172. De hengst Hendrik P., ook een zoon van Marcus, moeder is Ster, nakomeling van Andries. Fokker-eigenaar is Meijne Pietersma uit Nijemirdum. Verwantschappercentage 17,9%. Schofthoogte 1 meter en 67 centimeter. Next stallion. Entry number 172, Hendrik P. Sired by Marcus. Mother is Star by Andries. Kinship 17,9%. Height at Withers. 1 meter and 67 centimeters. Volgende hengst, catalogus nummer 173, Hendrik van der Sondelerdiek. Zoon van Marcus, moeder en ster Mary van Andries. Fokker-eigenaar is Jacobus Ebbinga uit Sondel. Verwantschappercentage is 18,1%, stokmaat is 1,65 meter. Next stallion, entry number 173, Hendrik van der Sondelerdiek. Sired by Marcus. His mother is Star by Andries. Kinship 18,1%. Height and Withers 1 meter and 65 centimeters.
Catalis nummer 171, Homme van Wiekershiem. Een zoon van Julius, moeder Ster Preverent en dubbel A van Olaf. Fokker is mevrouw Postma uit Torgenne. En eigenaar is Friesenstal Manel in Sint-Johannesgaan. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,5%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,62 meter. Next stallion, entry number 171, Homme van Wiekershiem. Sired by Julius. His mother is Star and Preverent, double A, by Olaf. His kinship is 18,5% and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Volgende hengst, kataals nummer 174, Ingmar van Bloemhof. Zoon van Marcus, moeder is Ster Sport, dubbel A van Stendert. Fokker-eigenaar F. en J. Bloemhof in Bolsward. Verwantschappercentage is 18,0%. Stokmaat 1,67 meter. Next stallion. Entry nummer 174. Ingmar van Bloemhof, sired by Marcus. His mother is Star Sport AA by Standard. His kinship is 18,0% and his height at withers is 1 meter and 67 centimeters.
Talers nummer 175, Hidde van Dulven. Persoon van Marcus. Moeder is Kroon Sport en dubbel A van Gjald. Fokker is mevrouw van Tilburg uit Wijk en Aalborg. Eigenaar is Hendrik Eppink uit Oude Middum. Verwantschappercentage is 18,2%. Stokmaat 1,67 meter. Next entry, number 175. Hidde van Dulven. Side bij Marcus. Mother is Kroon Sport, double A bij Gjald. Kinship 18,2%. En his height at withers is 1,67 meters. We hebben al een aantal zoons van Marcus gezien vanochtend. Dit is een broer, zijn halfbroer. Betalers nummer 176. Iets van Kippenburg. Zoon van Nane. Moeder is Ster Preverent Prestatie. Van Onne. Verwantschappercentage is 18,2. Zijn stokmaat is 1,62 meter. Next stallion is entry number 176. It's van Kippenburg. He is sired by Nane. His mother is Star Preverent Prestatie by Onne. His kinship is 18,2. And his height at withers is 1,62 meters. We've seen quite a few offspring of Marcus today. This is his brother, his maternal brother.
En we gaan verder met catalogus nummer 177. Ibert Ilien, zoon van Johannes. Moeder is Ster van Beert. Fokker-eigenaar is A. Finema uit Luttelgeest. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,4. En zijn stokmaat is gemeten op 1,66 meter. Next entry, it's number 177. Ibert Ilien F. Sired by Johannes. His mother is Star by Beert. His kinship is 18,4%. And his stature is 1 meter and 66 centimeters. Talens nummer 178 is afgemeld voor vandaag. En we gaan verder met talens nummer 179. Dat is de hengst Gerke uit de Westerheen. Een zoon van Johannes, moeder en stermerrie van Sapen. Fokker-eigenaar, de maatschap Kaminga uit de Westerheen. Verwantschappercentage 17,3%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,68 meter. Entry number 178 is signed off. We continue with entry number 179, Gerke uit de Westerheen. He is a son by Johannes. His mother is Star by Sapen. And his kinship is 17,3%. And his height at withers is 1 meter and 68 centimeters.
Catalogus nummer 177 is, die we hiervoor gezien hebben, is door de jury afgewezen en zal dus niet in de kooi verschijnen. Entry number 177 has just been rejected by the judges, so he will not be presented in free moving. Ook catalogus nummer 180 is afgemeld voor vandaag. Dat betekent dat we verder gaan met 181. En dat is de hengst Grutepier. Vader is Marcus. Moeder is een stermerrie van Wiemer. Fokker-eigenaar is A.J. van Dam uit Tietjerk. Verwantschappercentage is 18,2. En zijn stokmaat is gemeten op 1,64 meter. Also, entry number 180 is signed off. So will not be shown today. So we continue with entry number 181. Grutepier, sired by Marcus. Mother is Star by Wiemer. Kinship is 18.2%. And his height at Withers is 1 meter and 64 centimeters.
Ook de hengstencatalogus nummer 183 en 184 die voor vandaag ingepland waren, zijn afgemeld. En dat betekent dat we zo gaan kijken naar de laatste hengst van vanochtend op de straat. Dat is catalogus nummer 182. De hengst Haaien van Redlem. Opnieuw een zoon van Marcus, moeder een stermerrie van Volkert. Fokker-eigenaar is J. Mulder uit Emmen. Verwantschappercentage is 18,4%. Stokmaat 1,64 meter. So also the entry numbers 183 and 84 are absent today. They have been signed off. That means that we have the last stallion this morning on our pavement. And that's entry number 182. Haaien van Redlem. He's sired by Marcus. His mother is Star by Volkert. His kinship is 18.4%. And he was measured this morning at 1 meter and 64 centimeters.
Eerste hengst in de kooi vanochtend. Kataal is nummer 157, Gerda van Hielpen. Zoon van Vonger, moeder step-preverent van Jochem. Fokker-eigenaar mevrouw R. de Vries Bakker uit Hinderlopen. Verwantschappercentage 17,6%. Stokmaat 1,62 meter. First stallion presented in free moving this morning. Entry number 157, Heerde van Hielpen, he's sired by Vonger. His mother is star and preverent by Jochem. Kinship is 17.6% and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Als nummer 157, een zoon van Vonger in de baan. De hengst die met name opviel door de goede verrichtingsresultaten van de nakomelingen. In de moederlijn een redelijk lang generatieinterval, wat oudere merries. Wat je er wel van kunt zeggen is dat ze in ieder geval erg vruchtbaar zijn. De moeder van deze hengst heeft 18 geregistreerde veulens. En de grootmoeder heeft 15 geregistreerde veulens. Dus op zich ook een goede eigenschap dat de paarden vruchtbaar zijn. Moeder is ster en preverent. Heeft ook een IBO opgelopen met 79 punten. Ze heeft 6 ster nakomelingen, waarvan eentje ook kroon, eentje is ook sport. Grootmoeder is ster en preverent met 6 ster nakomelingen van vader Tjalling. En de volgende merrie is een stermerrie van de hengst Jarig, afkomstig uit merriestam nummer 15. Entry number 157 is sired by Vonger. Vonger is a stallion whose offspring is performing really well in ABFP and IBOP test. You see a little bit of longer generation in the fall in this mother line. You can also say that, that these mares in this mare line are very fertile. The mother had 18 registered offspring. And the grandmother has 15 registered foals. And that's also an important trait for our horses, that they are fertile. His mother is star and preverent. She had an IBOP of 79 points. She's sired by Jochem. She had 6 star offspring. One of them is crown and one is sport. Grandmother is star and preverent, but Schalling, she has 6 star offspring. And the great-grandmother is Star by Jarig, and they are from mare line number 15. Volgende hengst is Catalis nummer 158, Heine van de Mersken. Zoon van Johannes. Moeder is ster en dubbel A van Torben. Fokker-eigenaar is de familie Aaghokkum uit Siegerswoude. Verwantschappercentage 17,5%. En hij is vanmorgen gemeten op 1,64 meter. Next stallion, entry number 158, Heine van de Mersken. A son by Johannes, his mother is star double A by Torben. His kinship is 17.5% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters.
Daar is nummer 158, een Johanneszoon uit ja, wel een van de meest prominente Marylijnen van het stamboek. Moeder is een dochter van Torben, ze is ster en ze heeft een dubbele A-predicaat dankzij een IBOP van 81 punten. Haar grootmoeder, of de grootmoeder van deze hengst is een dochter van Deutschen, ze is kroon, ze is sport. Ze is triple A, heeft zelfs een IBOP gelopen van 88 punten. En de overgrootmoeder is niemand minder dan de volle zus van de hengst Sapen. De Mary Els FT was al een keer paard van het jaar. Ze is kroon, sport, preferent, prestatie. En ze heeft ook twee nakomelingen met het sport elite predicaat. Dochter van Faber dus, uit Olga. Olga is ook model, preferente prestatie. En dochter van Veitse, afkomstig uit Merriestam, nummer 50. Entry number 158 is assigned by Johannes, out of one of the best Marylines within our breed. His mother is by Torben, she is star, double A, she had an IBOP of 81 points. Her grandmother is by Deutschen, she's crown, she is sport, she is triple A, she had an IBOP of 88 points. And the great grandmother is Els FT. She used to be the horse of the year. She is crown, sport, preferent, prestatie. She's the full sister to approved stallion Sapa 381. And Els FT also has two offspring that received the sport elite predicate. She is by Faber out of Olga. And Olga is model, preferent, and prestatie, sired by Veitse, and they are from Marylijn number 50. Volgende hengst, getal is nummer 159. En dat is Hidde BL. Ook een zoon van Johannes, moeder een ster Mary van Stendert. Fokker-eigenaar is mevrouw en Bransma Leijendekker uit Witmarsum. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,2%. En zijn stokmaat is gemeten vanaf tot op 1,61 meter. Next entry. Number 159, Hidde BL, sired by Johannes. His mother is star by standard. His kinship is 18.2%. And he was measured this morning at 1 meter and 61 centimeters. Dat was nummer 159. Zoon van Johannes opnieuw. En uit een Marylijn waar we deze week ja, toch wel veel zoons of hengsten van te zien krijgen. Uit Marystam nummer 25. De moeder van deze Hidde is een stermerrie van Stendert. De grootmoeder is een ster- en preferente merrie van de hengst Beert. Ze heeft vijf ster nakomelingen en ook één sport-elite nakomeling, de hengst Hilbrand.
Een zoon van Maurits. En de overgrootmoeder is een sterpreferente Mary van Leffert. En de vierde Mary is Model, dochter van Bendert. Uit Mary-staam nummer 25. Entry number 159 is a son by Johannes out of a mare line that has quite a few stallions this week in the first inspection from mare line number 25. The stallion's mother is Star by Standards. His grandmother is Star and Preverant by Beat. She has 5-star offspring and also 1 sport elite son. That's Hilbrand, sired by Maurits. Great-grandmother is Star and Preverant by Leffert. And a 4th mare in this line is Model, sired by Bendert. And like said earlier, they are from mare line number 25. Volgende hengstgetal is nummer 162. Henkie K. Een zoon van Jurre. Moeder sterpreverente Mary van Rindert. Fokker is Hendrik Kuper uit Wommels. De eigenaar is het volledige bestuur van Fokvereniging het Friese Hinder. Vanzelfpercentage is 18%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,66 meter. Next stallion, entry number 162, Henkie K. He is sired by Jure. His mother is Star and Preverant by Rindert. Kinship is 18%. And his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Baan getaal nummer 162, een zoon van Jurre, moeder en sterpreverente Mary van Rindert met 5 ster nakomelingen. Een van die nakomelingen is ook Model en 2 zoons van deze Mary, 2 broers van deze hengst dus, hebben al deelgenomen aan het centraal onderzoek. Grootmoeder is een ster dubbelpreverente Mary van Lute. Ster nakomelingen, overgrootmoeder is ster van Tamme. En de vierde Mary is een sterpreverente Mary van de hengst Ritske. Afkomstig uit Mary-stam 128. Entry nummer 162, sired by Jurre. His mother is by Rindert, she is Star and Preverant, has 5-star offspring.
one of her offspring, one of her daughters is a model. And two sons already participated in the 70-day test. Grandmother of the stallion is Star and Preverant, with 8 Star offspring by Lute. And the great-grandmother is Star by Tama. Fourth mare is Star and Preverant by Ritske, out of mare line number 128. En we gaan verder met Catalis nummer 164, de hengst Gijsbert van Taardjip. Zoon van Marcus, moeder Kroon, dubbel A van Harmen. Fokkers en eigenaren zijn BA en AC Aarts uit Nijbeets. Verwantschappercentage is 17,7%, stokmaat is 1,68 meter. Next stallion, entry number 164. Gijsbert van Oudjip. He's a son by Marcus. His mother is Kroon and double A. His kinship is 17.7% and his height at withers is 1 meter and 68 centimeters. Jan de Ring is zoon van Marcus uit een Kroon dubbel A Merrie van Harmen met een IBOP van 80 punten. Grootmoeder Fenne van Taart Jip, een bekende Merrie op de fokdagen van fokvereniging Friese Gruithinder. Een dochter van Anne, ze is model dubbel A en ze heeft 2 sternakomeling en 1 kroonnakomeling. Vorig jaar deze lijn ook een hengst aangewezen voor de voorrijdagen. Overgrootmoeder is een stermerrie van de hengst Djurg. En de vierde merrie is weer Ster en Preverent uit Merrielijn. Merriestam nummer 12. Entry number 164 is sired by Marcus. His mother is Crown, double A, by Harmon. She has an IBOP of 80 points.
grandmother is a fan of Art Jip. She is model by Anne. She's also double A. And she has 2-star offspring, 1-crown offspring. Great-grandmother is Star by Dure. And the fourth mare is Star and Prevalent. And they're from mare line number 12. Volgende hengst is catalogus nummer 165, de hengst Hetzer T, zoon van Marcus. Moeder is Kroon, dubbel A van Andries. Fokker is H. Tuinstra uit Noordwijk. Eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oudermidden. Verwantschappercentage is 17,9%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,64 meter. We proceed with entry number 165, Hetzer T. Sired by Marcus as well. His mother is Crown, double A, by Andries. His kinship is 17.9% and he was measured this morning at 1 meter and 64 centimeters. Ja, deze Hetzer opnieuw een zoon van Marcus. Marcus vorig jaar erg succesvol tijdens de eerste bezichtiging. Met een groot aantal zoons doorverwezen naar de tweede bezichtiging. En deze Marcus komt uit een kroonmerrie van Andries met een dubbel A verrichtingspredicaat. Grootmoeder is Ster en Preverent met 5-ster nakomelingen van Olaf. Overgrootmoeder is Ster van Peken. En de vierde merrie in deze merrielijn is Model. En ze zijn afkomstig uit merriestam nummer 2. Entry nummer 165. Stand bij Marcus. Marcus was successful last year. The first round of inspection. With many stallions accepted for the second viewing. This Marcus is from a mare that's Crown with double A from Andries. Grandmother is Star and Preverent by Olaf with 5-star offspring. The third mare is Star by Peke and the fourth mare is Model. And she is from mare line number 2.
En de laatste hengst van de eerste groep vanochtend is Catalus nummer 166. Heren van de Jongedijk. Een zoon van Johannes, moeder is Ster van Norbert. Fokker is Frans Hettinga uit Burgwet. Eigenaar van familie A. Hokkema uit Siegerswoude. Verwantschappercentage is 18,3%. Zijn stokmaat is gemeten op 1,65 meter. De laatste stallion in this first group this morning is entry number 166. Heren van de Jongedijk. Sired bij Johannes. Mother is Star bij Norbert. Kinship is 18,3%. And he was measured this morning at 1 meter and 65 centimeters. Deze zoon van Johannes komt uit een Ster Mary van Norbert. De grootmoeder is Ster en Preverent van Wessel met 5 Ster nakomelingen. Ook al een Preverente nakomeling en een prestatie nakomeling. Deze Wessel Mary is de volle zus van de bekende Mary, mevrouw, model, Preverent, prestatie. Ook een Wesseldochter en zij is de moeder van onder meer de twee goedgekeurde hengsten Warren en Otte. Overgrootmoeder is een dochter van Lammert, Ster en Preverent met 7 Ster nakomelingen en afkomstig van Mary Stam nummer 50. Entry number 166, sired by Johannes, his mother is Star by Norbert. His grandmother is Star and Preverent by Wessel, she has 5 Star offspring. One of them is Preverent, one of them is Prestatie. And this Wessel mare, she is a full sister of the well-known mevrouw. She is model Preverent and Prestatie, and she's the mother of 2 approved stallions, Warren and Otter. The third mare in the line is Star and Preverent. By Lammert, she has 7 Star offspring, and they are from mare line number 50. Achter het kut, hè? Goed, we gaan rondstappen in deze eerste groep van vanochtend. Een groep van 7 hengsten.
The first group this morning is presented in Walk. It's a group of seven stallions. Jury is eruit, het woord is aan Piet Bergsma. Goedemorgen, onze vierde dag, eerste bezichtiging. We starten met nummer 157. Ondanks dat hij iets witte haren heeft, mag hij door naar de tweede bezichtiging. Nummer 158, een voldoende edelhoofd, een paard met veel front. En voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis is wat hellend. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. De stap mist wat ruimte en activiteit en is nauw voor. De draf is voldoende opwaarts. Voorbeen kan iets meer ruimen. In galop kan hij ruimer gesprongen zijn. Nummer 159. Paard heeft een iets lang hoofd, veel front. Een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is voldoende lang en hellend. De stand van het voorbeen is wat toontredend. De kwaliteit van het beenwerk kon iets droger. De stap is voldoende ruim, maar mist wat afdruk. De draf is opwaarts en ruim. De galop is iets neerwaarts. Nummer 162, hoofd is voldoende sprekend, zou wat meer nek mogen hebben. Een paard heeft een sterke bovenlijn, kruis is iets kort. Het beenwerk kon iets droger, het is een langgelijnd paard. De stap is wat overactief en mist wat coördinatie. De draf is voldoende ruim, kon iets meer te dragen komen. De galop is voldoende ruim gesprongen. Nummer 164. Het hoofd zou wat sprekender mogen. De hals is ietsje zwaar.
Hij komt iets diep uit de borst. De rug is voldoende sterk. Het kruis, kruislendenaansluiting zou iets sterker mogen. Het kruis is wat hellend en kort. Het paard heeft een iets hol voorbeen en Franse stand achter. De stap is voldoende ruim en krachtig. Ook in draf was het paard ruim. En de galop is ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 165. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou wat meer nek kunnen hebben. De hals is voldoende lang, komt wat diep uit de borst. De rug is voldoende sterk. Kruis is voldoende, is wat kort. Het stand van het voorbeen kon wat correcter. Dus de stap is voldoende ruim. De draf mist ruggebruik en het dragend achterbeen. Galop is voldoende ruim gesprongen, maar iets neerwaarts. Nummer 166. Zou wat edeler in het hoofd mogen zijn. Heeft voldoende, ik zou iets langer, meer nek moeten hebben. Hals is iets horizontaal. Iets neerwaarts gebouwd, een sterke bovenlijn. Kruis is wat hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. De stap mist lengte. De draf is voldoende opwaarts, maar mist het ruggebruik en souplesse. De galop is ruim en goed gesprongen. Eén hengst aangewezen uit deze groep van 7 en dat is catalogus nummer 157. Dus catalogus nummer 157 aangewezen voor de tweede bezichtiging. Out of this group of 7 stallions, only 1 stallion selected for the second round of inspection. Entry number 157. So I will summarize the reasons for the judges for the other stallions who have not been selected. Entry number 158 is has sufficient expression in his head. He has a real nice front end, a very nice length of his neck. He is built a little downhill and he has a little bit too much slope to his croup. He would like to see some more length in his walk, and he is also a little narrow. And he would like to see some more activity in his rear legs. Catalog number 159 is a little long in his head, also a stallion with a nice neck. He is correct in his top line, also he has a correct croup. He's towing in a little bit in his front legs, and also he would like to see some better bone quality in his rear legs. He has enough length in his walk, but he could be more active, and also his trot could be a little longer in his strides. Catalog number 162 is sufficient in expression in his head. He could have a little bit longer pull. He's correct in his top line. He is a little short in his croup, and also this stallion is a little coarse in his bone quality. And in his walk, he shows a little overactiveness in his rear legs. In trot, he has sufficient length in his strides, but he could carry himself a little better from behind. Entry number 164 could have more expression in his head. Could also be a little longer in his neck, which is coming a little deep from his chest. He is correct in his top line, but his connection between his top line and his croup could be a little smoother in his loins. His croup is a little short and has a little bit too much slope. His movements are both in trot and canter and walk, has enough length of strides and has also enough power. Entry number 165, sufficiently in his head, could be a little longer in his pole.
sufficient length in his neck, which is also coming a little deep from his chest, correct in his top line, a little short in his croup. And he could be a little corrector in his front legs. His walk is sufficient long. In trot, he is lacking suppleness, and he could carry himself better from behind. And in canter, has enough length in his strides, but could be a little bit more uphill. Entry number 166 could have more expression in his head, could have more length in his poll, and is a little horizontal in his neck. He's built a little downhill, he's correct in his top line. He's a little bit too much slope in his croup. His walk could have more length, and his trot he could show more suppleness. He has a good canter that has enough length in his strides. Continue with the next stallion, and it's catalog number 168. Volgende hengst, en de eerste hengst van groep 2, is catalog nummer 168, Hertog B, zoon van Johannes. Moeder Ster en Sport van Stendert. Fokker-eigenaar is familie Bosma Dijkstra uit Makkum. Verwantschappercentage is 17,7%. Zijn stokmaat is 1,66 meter. Next stallion, entry number 168, Hertog B, sired by Johannes. His mother is Star and Sport by Standard. Kinship is 17.7. And his height as withers is 1,66 meter. Deze catalog nummer 168, zoon van Johannes. Moeder is Ster en Sport van Stendert. Moeder is ook Ster en Sport van Deutschen, ook nog preferent in prestaties. Ze heeft 3 sportnakomelingen. Overgrootmoeder is Ster en Prestatie van Jasper. En de vierde Mary is Ster en preferent van Djurre uit Merriestam nummer 2. Entry nummer 168 is sired by Johannes. His mother is Star and Sport by Standard. His grandmother is Star, Sport, Preverent and Prestatie by Deutschen. She has 3 sport offspring. Great grandmother is Star and Prestatie by Jasper. And the fourth dam is by Dürer. She is Star and Preverent, and they're from Mareline number 2. En we vervolgen met catalog nummer 169, de hengst Hielke, zoon van Jurre. Moeder is Kroon AA van Beert. Fokker-eigenaar is mevrouw Leijendekker uit Witmarsum. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,5%. Stokmaat is 1,65 meter. Second stallion in group 2 is entry number 169. His name is Hielke. He is by Jurre. His mother is Crown AA by Beard. Kinship 18.5 and his height at withers is 1,65 meters. Ja, deze catalog nummer 169 is een product van lijn en tilt, zou je kunnen zeggen. Vader en moeder komen uit dezelfde lijn. Overgrootmoeder Klasina van deze hengst is ook de vierde merrie in de stamboom van vader Jurre. Dus zowel vader en moeder komen uit de bekende merriestam 25. Moeder is een kroonmerrie van Beert, dubbel A. Ze heeft al 1 ster nakomeling. Grootmoeder is een modelprevenente merrie van Oegen met maar liefst 11 ster nakomelingen. De overgrootmoeder is de genoemde Klasina. Zij is ster preverent prestaties. Ze is een dochter van Heerke en afkomstig dus uit merriestam nummer 25. Entry nummer 169. Sired by Jurre. Mother is Crown AA by Beard. Grandmother is model and preverent by Oegers. She has 11 star offspring.
And a great grandmother, Klazina, is star parent and prestatiesis by Heerke. And she's also the fourth mare in the line of Jura. So the stallion is a result of line breeding. This Klazina can be found in the mare line and also in the mare line of his father, Jura. And they are from mare line number 25. Vallen Hengst, kadaals nummer 170. Gurbe van het Uitkom. Zoon van Jurre. Moeder is Ter dubbel A van Olgert. Fokkers, familie Visser Nieuwhof uit Bellicum. Eigenaren Germijse Bouw met Al de Boorn en Tjallink de Boer uit Sint-Johannesga. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,8%. Stokmaat 1,63 meter. Next stallion, entry number 170, Gerbe van het Uitkom. Sired bij Jurre, mother is star in AA bij Olgert. Kinship 17,8% and his height at withers is 1 meter and 63 centimeters. In de ring een Jurre zoon uit een sterdochter van Olgert. Olgert die het eigenlijk opvallend doet als het gaat om het leveren van paarden hoog in de dressuur. Opvallend veel sport elite paarden. Deze merrie heeft een dubbel A predicaat dankzij een IBOP van 78 punten. Ze heeft inmiddels 1 ster nakomeling. Grootmoeder is een ster merrie van de hengst Heinze. En de overgrootmoeder is een stermerrie van de hengst Heerke, afkomstig uit merriestam nummer 15. Entry nummer 170, son bij Jorre. Oude West Tamer bij Olgert. Olgert is a stallion that has produced quite a few offspring that's performing high in the dressage. Many of his offspring have the sport elite predicate. So this mare has an AA predicate with an IBOP of 78 points. She had 1 star offspring so far. The grandmother of this stallion is a star mare by Heinze. And the great grandmother is a star mare by Heerke out of mare line number 15.
En de volgende hengst is Catalis nummer 171, Homme van Wiekes Hiem. Een zoon van Julius, moeder is Ster Preverent, dubbel A van Olaf. Fokker is mevrouw W. Postma uit Terhenne. Eigenaar is Friesenstal Manel in Sint-Johannesga. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,5%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,62 meter. Next entry, catalog number 171, Hommes van Wiekes Hiem. Sired by Julius, mother is Star Preverent and AA by Olaf. His kinship is 18.5% and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Nummer 171, een zoon van Julius. Moeder is een ster preverente Mary van Olaf met 5 ster nakomeling. Ze heeft ook het dubbel A verrichtingspredicaat. Naast 5 ster nakomelingen heeft ze ook 1 nakomeling met het sportpredicaat. Grootmoeder is ster en preverent van Veitse met 7 ster nakomelingen. En de overgrootmoeder is ster van Oepke. En ze zijn afkomstig uit Meristam 187. Entry number 171 is sired by Julius. His mother is Star and Preverent, double A by Olaf. And she also has 1 offspring with a sport predicate. Grandmother is Star and Preverent from Veitse. She has 7 star offspring. And the third mare in the line is Star by Oepke. They are from mare line number En we vervolgen met catalogus nummer 172, de hengst Hendrik P. Zoon van Marcus, moeder is Ster van Andries. Fokker-eigenaar is Meine Pietersma uit Nijmegen.
Verwantschappercentage is 17,9% en zijn stokmaat is gemeten op 1,67 meter. We proceed with entry number 172, Hendrik P. Sired by Marcus, his mother is Star by Andries. Kinship 17,9%. Height at Withers is 1 meter and 67 centimeters. Ja, in de ring Marcusson uit een stermerrie van Andries. Grootmoeder is een stermerrie van Christ. Zij heeft drie nakomelingen die ster zijn. Overgrootmoeder is een stamboekmerrie van Diedert uit merriestam nummer 1. Entry nummer 172 is started by Marcus. Mother is Star by Andries. Grandmother is Star as well. She's by Christ. She has three star offspring. And a great grandmother is a studbook mare by the stallion Diedert, and they are from mare line number 1. We gaan verder met de laatste hengst van groep 2. Catalogus nummer 173, Hendrik van der Sonderdijk. Vader is Marcus, moeder een stermerrie van Andries. Fokker-eigenaar is Kobus Ebbinga uit Sondel. Verwantschappercentage 18,1%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,65 meter. Last stallion in group 2, entry number 173. Hendrik van der Sonderdijk Lion. Sonderdijk, sorry. He is sired by Marcus, his mother is Star by Andries. His kinship is 18,1% and his height at Withers is 1 meter and 65 centimeters.
Ja, opnieuw een Marcus in de ring. Uit een stermerrie van Andries. Deze merrie heeft 1 ster en 1 sportnakomeling. Grootmoeder is ook ster. Nakomeling van Ulke. Ze heeft 2 sternakomelingen. En de overgrootmoeder is een stermerrie van de hengst Jelmer. En ze zijn afkomstig uit merriestam nummer 44. Entry number 173, also a son by Marcus. Mother is star by Andres. She has 1 star offspring and 1 offspring with the sport predicate. Grandmother is a star mare by Ulke. She has 2 star offspring. And great grandmother is a star mare by Jelmer from mare line number 44. Ja, we zijn begonnen met rondstappen bij deze tweede groep vanochtend. Groep van 6 hengsten met getal nummer 168 voorop. Second group this morning, walking. It's a group of 6.
En de toelichting op deze tweede groep, het woord is aan Piet Bersma. Nummer 168, een ronde verder. Naar de tweede bezichtiging. Nummer 169, een voldoende sprekend hoofd. Hals is voldoende van lengte, komt iets diep uit de borst. De rug is voldoende sterk, de lendenen zijn iets strak. Het paard heeft een recht kruis, is voldoende van lengte. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd, een stand van het voorbeen zou correcter kunnen. De stap is voldoende van lengte en ook voldoende van afdruk. De draf kon iets ruimer en miste teruggebruik. De galop is opwaarts en is ruim gesprongen. Nummer 170 naar de tweede bezichtiging. Nummer 171. Hoofd is voldoende sprekend. Hals is voldoende lang. Staat er iets voor het lichaam. En komt ook iets diep uit de borst. De rug is voldoende sterk. En de lendenen zijn ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte en ietsje afhellend. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. De stap is voldoende van lengte. De draf kon ruimer en mist daarin het ruggebruik. De galop is ruim gesprongen en opwaarts. Ja. Nummer 172. Zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hals is iets zwaar en komt iets diep uit de borst. En kan ook iets meer lengte hebben. De rug mag wat sterker. En het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Voldoende lang kruis, iets hellend. Het beenwerk. De hoeven zouden iets meer verzenen kunnen hebben. Het beenwerk mag ook iets droger. De stap is voldoende van lengte, maar miste wat activiteit. De draf was opwaarts, maar daar miste je het ruggebruik. En de galop is voldoende ruim gesprongen. Nummer 173 gaat naar de tweede bezichtiging. Uit deze tweede groep, drie hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 168, 170 en 173. De catalogus nummers 168, 170 en 173 aangewezen voor de tweede bezichtiging. Out of this second group, three stallions accepted for the second viewing. And three numbers 168, 170 and 173. So 168, 170 and 173 have been accepted for the second viewing in January. And I will summarize the reasons for the other three stallions who have not been accepted. First stallion, entry number 169, has sufficient expression in his head. Also sufficient length in his neck, but his neck is coming a little deep from his chest. He is correct in his back, and he is a little tight in his loins. He has a nice horizontal croup. He is built a little downhill, and you would like to see a little more correctness in his front limbs. His walk has sufficient length, also sufficient activeness. In trot, you would like to see more suppleness. His canter has a long stride and is also he's moving enough uphill. Entry number 171 has enough expression in his head. Also, his neck has sufficient length. He's also coming a little deep from his chest. He is correct in his back, a little tight in his loins. His croup has sufficient length. It has a little bit too much slope, and also this stallion is built a little bit downhill.
In his walk he has enough length, but his trot is rather short and he would like to see some more suppleness. His canter, in his canter he's moving nicely uphill. Entry number 172, could have more expression in his head. He has a shorter neck. That's also coming a little deep from his chest. Is a little weak in his top line, also built downhill a little bit. His croup has sufficient length. It could be a little bit less slopey. He is a little short in his in his feet. He could also be has more quality in his hind legs. In walk, he has plenty activity. In trot, you would like to see more suppleness, and he has enough length in his spaces. De laatste groep van vanochtend, katalis nummer 174, Ingmar van Bloemhof, zoon van Marcus, moeder Ster Sport AA van Standard. De fokkers en eigenaren zijn F en J Bloemhof uit Bolsward, verwantschappercentage 18%, stokmaat is 1 meter en 67 centimeter. First stallion in a third group, entry number 174, Ingmar van Bloemhof, sired by Marcus. His mother is Star Sport AA by Standard. Kinship 18.0%. Height at withers 1 meter and 67 centimeters. Deze Marcus komt uit een stermerrie van Sport van Standard. Heeft ook het sportpredicaat. Ook een dubbele africhtings. Predicaat dankzij 78 punten in haar IBOP. Ze was finalist van de Pauw Friesel Bokaal in 2015. Grootmoeder is de bekende Mary Grevinne van Lutke Pijem, dochter van Ulke. Ster preferente prestatie met 9 ster nakomelingen en 5 sport nakomelingen. Is dus ook de moeder van de goedgekeurde hengst Tjalbert 460. En de overgrootmoeder, ook een bekende Mary, heelvrouw van Lutke Pijem, dubbel preferent en ster van Melle. En de vijfde Mary is Setske F, ster preferent prestatie. 13 ster nakomelingen, waaronder de preferente Beert uit Merriestam 50. Entry number 174, son by Marcus. His mother is Star and Sport by Standard, AA performance predicate, 78 points in her IBOP. And she was finalist in the Paavo Friso Trophy in 2015. Grandmother is very well-known mare, Grevinne van Lutke Pijem. She has 9 star offspring. She is star preferent in prestatie. She has 5 sport offspring. And she's also the mother of Tjalbert 460. Great-grandmother is Eelvrouw van Lutke Pijem, star and double preferent. 8 star offspring by Melle. And the 4 dam is Setske F. Star Preverant, prestatie, 13 star offspring. And also the mother of the Preverant, Beard 411, from Mareline 50. En we gaan direct door met katalis nummer 175. Hidde van Dulve, zoon van Marcus. Moeder is Kroon en Sport en AA van Gjold. Fokker is mevrouw WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oudermidden. Verwantschappercentage 18,2%. Stokmaat 1,67 meter. And we proceed with entry number 175. Hidde van Dulve. Son by Marcus. Mother is Crown Sport AA by Gjald. Kinship is 18.2% and his height at withers is 1 meter and 67 centimeters.
opnieuw een zoon van Marcus in de kooi. Moeder is Kroon, Sport en Dubbel A van Gjald. Heeft een IBO opgehaald van 79 punten. Ook deze meisje was in 2015 finalist van de Pavo Friso Bokaal. Ze heeft inmiddels 1 ster nakomeling. Grootmoeder is ook ster en Dubbel A van Velle. Heeft een IBO gehaald van 79 punten. Heeft 2 ster, 1 kroon en ook 1 sport nakomeling. Ze is van Velle. Overgrootmoeder is ster en preverent van Anton. En ook de 4e Mary is preverent. En ook nog model uit Merriestam 50. Entry number 175. Once again a son by Marcus. His mother is Crown Sport AA. Performed an IBOP of 79 points. She was also finalist in the Pavo Friso Trophy in 2015. And so far she has 1 star offspring. His grandmother is star and double A, IBOP 79 points by Fella. She has 2 star offspring, 1 crown offspring, 1 sport offspring. Great grandmother is star and preverent by Anton. And also the 4th mare is preverent and she's also model. And they are from mare line number 50. Volgende hengst is catalogus nummer 176. It's van Kippenburg, zoon van Nane. Moeder een ster preferente prestatiemerrie van Onne. Fokker-eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oudermidden. Verwantschappercentage 18,2% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Next stallion, entry nummer 176. It's van Kippenburg, sired by Nane. His mother is star prevalent in Prestati from Onne. Kinship is 18.2%. And his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Deze Nane Hengst komt uit dezelfde moeder als Marcus. Jildal van Tekensiel, ster preverent prestaties. Ze heeft 8 ster nakomelingen. En eentje is Sport Elite, en eentje is Kroon. Ze is een dochter van Onne. Grootmoeder is Welmoed van Tekensiel. Dochter van Christ, ster 5 ster nakomelingen. En zelf is ook ster en preverent. Overgrootmoeder is een ster preverente Mary van de hengst Tjimme. Afkomstig uit Merriestam, nummer 122. This entry number 176 is the maternal half-brother to Marcus 491. He is sired by Nana. His mother is star preverent and prestati. She's by owner. She has 8 star offspring. Also 1 offspring is Sport Elite and 1 offspring is Crown. His grandmother
is Star and Prevalent by Chris. He has 5-star offspring. Great grandmother is Star and Prevalent by Chima, and they are from mare line number 122. Catalis nummer 179, Gerke Ute Westereen. Zoon van Johannes. Moeder is Ster van Sapen. Fokker-eigenaar is de maatschap Kamminga uit de Westereen. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,3. Stokmaat is gemeten vanochtend op 1,68 meter. We proceed with entry number 179, Gerke Ute Westereen. He is sired by Johannes. His mother is Star by Sapen. Kinship is 17.3%. And his height at withers is 1 meter and 68 centimeters. Kooi en zoon van Johannes. Moeder is Ster Mary van Sapen. En zij heeft inmiddels 2 ster nakomelingen. Grootmoeder is Ster en Preverent van Lammert. Ze heeft 4 ster nakomelingen, waarvan eentje ook het modelpredicaat heeft gehaald. En de overgrootmoeder is een model Mary van de hengst Mark. Ook de 4de Mary is model en is ook preverent, is Honorie, is een dochter van Gabe. En we kennen haar ook als de moeder van de stamboekhengst Wiebke 277. Dan zijn we inmiddels in de jaren 60 beland. Ze zijn afkomstig uit Meristam 2. Entry number 179 is sired by Johannes. His mother is Star. She has 2-star offspring. She's by Sapen. The grandmother is Star and Prevalent. 4-star offspring. One of them is Model. And she's sired by Lammert. Great grandmother is also Model. She's by Mark. And also the 4th mare in this line is Model. Also Preverance, she's the mare Honorie, she's sired by Gabe, she's the mother of a pro stallion, Wiebke 277. And they are from mare line 2.
En de voorlaatste hengst van vanochtend, Scandalis nummer 181. Gruttepier is de naam. Vader is Marcus, moeder is Ster van Wiemer. Fokker-eigenaar is A.J. van Dam uit Tietjerk. Verwantschappercentage 18,2%, stokmaat 1,64 meter. Second last stallion this morning, entry number 181. Gruttepier is sired by Marcus, his mother is Star by Wiemer. Kinship 18,2%. And he was measured this morning at 1 meter and 64 centimeters. Opnieuw een zoon van Marcus. Deze keer uit de stermerrie van Wiemer. Grootmoeder is Ster en Preverent van de Preverente Jasper. Overgrootmoeder is model en Preverent en dubbele A van de hengst Leffert. Afkomstig uit Merriestam, nummer 15. Entry number 181. Son by Marcus, his mother is Star by Wiemer. Grandmother is Star and Preverent by Jasper. Great grandmother is Model and Preverent, double A by Leffert, and they're from Mareline number 15. We zijn aangekomen bij de laatste hengst vanochtend. Scandalis nummer 182. Haaien van Redlum. Ook een zoon van Marcus. Moeder een stermerrie van Volkert. Fokker-eigenaar is J. Mulder uit Emmen. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,4%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,64 meter. Last stallion this morning, entry number 182, Haaien van Redlum, sired by Marcus, mother is Star by Volkert, kinship 18,4%, and he was measured this morning at 1 meter and 64 centimeters.
Marcus Zoon uit een stermerrie van Volkert. En die heeft inmiddels twee sternakomelingen. Eén nakomeling is Kroon en er is ook een nakomeling met het sportpredicaat. Grootmoeder is Kroon, Preverent, Prestatie, dubbel A. Ze heeft 8 sternakomelingen. De bekendste daarvan is Renske van Diphoorn, dochter van Onne, tweevoudig kampioen van de centrale keuring. En de overgrootmoeder is een stamboek Preverente Merrie van de hengst Oege. En ook de vierde merrie is Preverent. Is ook Ster. Ster Preverent uit merrie stam 103. Last entry this morning. 182. Also sired by Marcus. Mother is Star by Volkert. She has so far 2-star offspring. One of her daughters is Crown, and one offspring has the sport predicate. Grandmother is Crown, Preverent, Prestati. She has 8-star offspring, and among those the most well-known is Renske van Diphoorn, sired by Onne. And she was the grand champion of the mare show twice. And the great-grandmother is a studbook Preverent mare by Oege. The fourth mare is Star and Preverent, and they are from mare line 103. Met catalogus nummer 174 aan het hoofd gaan we rondstappen in deze groep 3. De laatste groep van vanochtend. Een groep van 6 hengsten. And with entry number 174 heading this group, we are looking at the last group this morning in walk, 6 stallions. So far, 4 stallions selected for the second viewing in January.
Dan krijgen we nu de uitslag van de laatste groep van Piet Bersma. Nummer 174 naar de tweede bezichtiging. Nummer 175 naar de tweede bezichtiging. Nummer 176. Hoofd is iets lang en kan iets edeler. Paard heeft een sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend en zou meer lengte mogen hebben. Schouder is schuin en voldoende lang. Stand van het voorbeen zou iets correcter mogen zijn en is ook iets hol in zijn voorbeen. Stap miste takt en ook de regelmaat. De draf was voldoende opwaarts, maar miste souplesse. In galop was hij wat neerwaarts, maar was wel voldoende ruim. Nummer 179 zou ook iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, iets lang in het neusbeen. Hals is voldoende van lengte, iets horizontaal. De rug is voldoende sterk, de lendenen zijn ietsje strak. Kruis is iets hellend, het paard is ook iets steil gekoot. De stap miste ook takt en regelmaat, de draf miste het ruggebruik. In een galop is hij iets neerwaarts en zou ik iets ruimer kunnen springen. Nummer 181, tweede bezichtiging. En ook nummer 182 mag naar de tweede bezichtiging. Het is de laatste groep, dus vier hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. Catalogus nummers 174, 175, 181 en 182. De nummers 174, 175, 181 en 182 aangewezen voor de tweede bezichtiging. Waarmee het totaal vanochtend op 8 aangewezen hengsten komt. Out of this last group, four stallions accepted for the second viewing. Entry numbers 174, 175, 181 and 182. Entry numbers 174, 175, 182 and 181 are accepted for the second viewing. I will give you the comments of the judges of the remaining two stallions. To start out with, entry number 176. He is a little long in his head, and he has his head has enough expression. He is correct in his top line. His croup is rather short and has a little too much slope. He has a nice slope to his shoulder. He would like to see his front limbs being more correct. In walk, he is missing a rhythm. In trot, he is sufficiently uphill, but he could have more suppleness. Entry number 179 also could have a little more expression in his head. Also, his head is a little long. He's correct in his back. His loins are a little tight. His croup is a little bit too much slope to it. He's a little steep in his pastern. And also this stallion is could have more rhythm in his walk and more suppleness in his trot. And he would like to see his canter going more uphill. Dat waren de laatste hengsten van vanochtend en we gaan vanmiddag weer verder om 1:15 met de tweede groep. So we will be back at 1:15 this afternoon with a next group of stallions on hard pavement.